De ABO-parlementariërs Ronnie Brunswijk en Marinus B. hebben gisteren tijdens de voortzetting van de begrotingsbehandeling in DNA aandacht gevraagd voor het stafdorp Mungo, dat wordt bezet door militairen. Niet lang terug heeft Suralco Alcoa enkele concessies afgestoten en overgedragen aan de regering, waaronder het stafdorp Mungo. Volgens Brunswijk is de gemeenschap van Mungo echter verrast met borden op het terrein, waarop staat dat niemand het terrein mag betreden, omdat het militair terrein is. Over het stafdorp heb ik een paar vragen, want onlangs is de gemeenschap opgeschrikt met borden waarop staat verboden toegang voor onbevoegden militair terrein. Ik wil van de regering weten wat dit betekent. Ook zelf de sporters die we hier ophemelen en daar trainen vanwege het ontbreken van een atletiekbaan, wordt geweigerd om daar te gaan trainen. Zelf hun trainingsattributen zijn in beslag genomen. Mijn vraag aan de regering: van wie komt deze opdracht? Is daar een kazerne geworden? Zelf een sporter daar niet meer mogen betreden. Brunswijk kreeg bijval van B, die opmerkte dat hij in de eerste ronde van de begrotingsbehandeling had voorgesteld om het stafdorp Mungo tot een bestuurscentrum te maken. Voorzitter, verder de kwestie van Mungo stafdorp. Wij hadden in onze presentatie een voorstel gedaan om daar te maken tot het bestuurscentrum van Mungo. Maar wat wij nu meemaken is dat het een militair terrein is geworden. Zelf vanmorgen moest er rijexamen worden afgelegd. Die mensen zijn verboden om daar te gaan. Het lid heeft gesproken over sporters die daar trainen en voorlopig geen gebruik meer kunnen maken van Mungo stafdorp. Wij willen via u aan de regering vragen, wanneer een militair terrein wordt vastgesteld, moet het niet middels beschikking of kan dat gewoon van de een op de andere dag opdracht worden gegeven dat er borden worden neergezet met opschrift verboden toegang voor onbevoegde militair terrein? Graag antwoord van de regering. Dank u wel. ABO-parlementariër Marinus B. gisteren in DNA over het stafdorp Mungo dat door militairen is bezet.